Welkom kijkers bij weer een gloednieuwe top 10 video op Fortnite. Met vandaag als thema de top 10 mooiste multikills. Dus het kunnen dus double kills zijn, het kunnen triple kills, quadra kills, hele squads uitmoorden, etc. Kortom, gewoon de meest epische manier waarop iemand meer dan twee mensen killt of twee mensen. Dus dat wordt super episch. En ik ga dat niet alleen vandaag bekijken. Ik ben hier vandaag namelijk samen weer met Enzo. It's your boy. Yo bro. En ja, dat is natuurlijk, weet je, vorige keer vonden wij het zelf al super tof om samen erop te reageren op die clips. Toen hebben we de top 10 grappigste Fortnite momenten gedaan. En daar kregen we zulke leuke feedback op en zoveel reacties of ik het vaker met Enzo wilde doen. Dus ik dacht van ja, dan bewaar ik deze top 10 gewoon om samen met Enzo te doen. Dus hier zijn we. En we gaan natuurlijk ook alvast even het thema vertellen voor volgende week. En dat laat ik weer door Enzo doen, net zoals de vorige keer. Dus Enzo, wat gaat het thema worden voor volgende week? Zeker, dit thema is super gruwelijk en heel erg bijpassend voor het vijfde seizoen waar iedereen allemaal super hyped over is. En dat is, dames en heren, heb jij een super ziek moment met een golfcar? Of dat nou een kill is vanuit de golfcar of op het dak van de golfcar komt en dan een 360 een kill doet. Iets met de golfcar, doe je een ziek barrel roll. Wat dan zieke ook. Stunt, inderdaad, whatever. Het moet met de golfcar zijn. Ja, en als dat dus gelukt is, als jij zo'n vette clip hebt waarvan je zegt van Roy, dit moet je zien, want dit is ongelooflijk dat ik dit heb meegemaakt, stuur hem dan in naar mij toe met het e-mailadres fortniteclips@royalistic.nl. En misschien zien we je dan wel volgende week in deze top 10, of dan weer in een nieuwe top 10. Maar voor deze week gaat het dus om de top 10 multikills, dus laten we daar nu gewoon gelijk mee beginnen met de nummer 10. Nummer 10. Daar gaan we. Grenaatje. Oh. Op je smoel. Op je smoel. Dat is 1. Dat zijn er gelijk 3. Dat is 4. Nee, dat meen je niet. Heeft easy. Nou... easy. Was dit een hele squad? Ja. Wat? Volgens mij waren het 3. Waren het 3? Ja, ik wil even tellen. Moet uiteindelijk letten op de eliminations. In ja, maar dat gaat snel. Ja, dat is niet normaal. 1 nog. 1 splodet. 2 splodet. 3 splodet. 4 splodet. Ja. 4. 4 exploded! Hij vaagt gewoon even een hele squad weg. Weg. Ik weet niet waarom het zo raar zijn. Met 3 granaten, toch? Ja, en ik vind het leuk als je hier gaat kijken hoe die teammate in de bosjes zo denkt van ik heb lekker niks gedaan, maar ik ga al die loot pakken. Moet je opletten. Kijk, daar links heel even. Kijk, hij denkt dit is mijn moment. Nu moet ik gaan op die loot af. Kijk, en hij rent zo. 1, 2, yo, let me get the number. Hij was inderdaad in incognito-modus. Hij dacht van, oké, ik wacht dit gewoon af. Hij was gewoon de Frank in de groep, weet je wel. Frank gewoon in zijn bosje, zat gewoon te wachten. En toen, yes, je hebt hem al goed gedaan. Snel als loop pakken. Nee, het was leuk. Nice, genius. Dat was een hele leuke top 10, of tenminste een hele leuke top 10. Ja, dat was hem! Bedankt allemaal! Bedankt! Nee, een hele leuke nummer 10. Dus dat voorspelt veel goed voor de nummer 9, waar we nu naar gaan kijken. Oké, daar gaan we. Nummer 11, Ronaldo. Oh, ik dacht nummer 1. Ja, huh? Maar ja, Ronaldo is nummer 7. Goed, we gaan nu dus kijken naar de nummer 9. En hij heeft nummer 11 op zijn t-shirt staan. Nou, kom maar door. Jesse. Is dit Jesse of Team Bon? Dit is één van de twee. Ik zie weer granaatjes. Oh no. Toch niet weer, hè? Huh? Nee, dit, nee. Vanaf hier. No way. Oh! Gast. Holy shit, hij killt er gewoon 2. Hij killt er gewoon 2. Heel netjes. Maar wat gaat hij nu doen dan? En de rest was geschiedenis. Hij dacht toen gewoon van, gast, ik heb dit gefixt. I'm done, weet je wel? Hij bleef waarschijnlijk gewoon in storm achter. Holy pamperoni's gek. Maar vooral ook, dat hij bemoeit zich eigenlijk gewoon met een gevecht. Want die gasten waren in gevecht met die mensen voor zich, als ik het goed heb gezien. En dat hij gewoon denkt van, weet je wat, ik ga jullie even... Ja, zie je, kijk. Ja. Daar was een andere guy die omhoog aan het bouwen was. Dus hij heeft gewoon echt op de meest zieke wijze dit hele gevecht gewoon beëindigd. Gewoon het is ook mooi hoe je in de chat ziet exploded en dan 101 meter. Ja, bizar. Met een granaatje, dat is echt ziek. Bizar, 101 meter. Moker, dat is knijterziek. Deze verdiende zeker wel de nummer 9. En dan gaan we nu door naar nummer... Nummer 8, dames en heren. Sunrace, hij is nog eens eentje over. Jeroentje heeft hem verlaten. Zwaar beschoten. Schoenlepeltjes, jezus, ik dacht dat hier niet stond. Schoenlepeltjes. Oh. Oh nee. Oh, wat een held. Wat een held. Oh, mijn god. Holy shit, respect voor deze. Was dit gepland, denk je? Dat hij die gasten naar zich toe impulst om de trap te plaatsen?
Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ik denk dat hij ze gewoon weg wilde bouncen. Ja, gewoon rot op. Ja. Maar ze kwamen daardoor naar hem toe. En daar maakte hij wel heel mooi gebruik van. Dat ze in één keer bij hem stonden. En ik had nooit gedacht aan een trap plaatsen dan, hoor, eerlijk. Nee, ik zou denken, ik pak mijn shotgun. Hij heeft gewoon een shotgun. Ik zou denken, ik doe er alles aan nog. En dan blaas je ze omver. Fucking geen, ja. Ik wil nog één keer zien, inderdaad. Even kijken. Hoe hij ze impuls gooit. Want volgens mij was het echt uit paniek dat hij dat deed. En niet of zo van, hé, dan komen ze hierin. Hier was dat. Ja. Kijk, op een gegeven moment, hij cycle, hij heeft geen resources meer. Ja, dit is echt niet. Maar alsnog heel ziek dat je op zo'n moment dan je trap plaatst. Dat vind ik vooral het vet aan deze clip. Want ik had in zo'n geval gewoon of Mayhar gepakt of mijn shotgun en gewoon vol knallen en kijken of je wel iemand raakt. Maar hij kiest ervoor bewust om een trap te plaatsen en dan killt ze allebei. Ja, dat is wel heel sick, hoor. Ja, dat heeft hij heel erg goed gedaan. Dat heeft hij echt heel erg goed gedaan. Zeker. Sunrace, die was een lekker clipje, ouwe. En dankjewel. Wij gaan door. Wat was die voor jou? Gewoon dankjewel voor het sturen. Dankjewel. Ja, Sunrace. Thanks, inderdaad. En dan gaan we door naar nummer 7 is het alweer. Ja. 7. Ronaldo. Daar gaan we. Nummer 7, volle squad. We moeten wel een beetje boven schieten, boven de base. Oh, je moet boven een beetje boven. Boven. Ja, lekker. Ja. Nee. Oké, ik ga wel mees kopen. Oh! Oh, wat helemaal gek, Kasper. Ik wil echt poepen nu, gast. Wat zei die nou? Wacht. Zei hij, ik moet echt poepen nu, gast? Volgens mij zei hij, ik wil echt poepen nu, gast. Oké, wacht. Hoezo zou je willen poepen op zo'n moment? Wacht. Even het geluid wat harder, hoor, jongens. Oh mijn god! Ik wil echt poepen nu, gast! Waarom wil je in zo'n moment kakken, jongen? Kasper dacht, gast, dit is zo ziek, ik moet nu echt poepen. Ik moet poepen en dan beseffen van, dit is gebeurd. Wat de hel, Kasper? Maar, hoe finisht hij zijn clip? Daar ben ik benieuwd naar. Clip it! Oh mijn god! Hoe doe ik dat? Hij weet niet hoe hij moet clippen, hij is helemaal paniek. Shit, alleen shit. Dit is een potje van zijn leven. God. Dit is een potje van zijn leven. Dit gaat hij nooit meer vergeten. Nee. En dat zit er nog in jouw video. Ja, inderdaad. Hij zit er gewoon van, oh, ik moet poepen, gast. En dan finish die hem. Nou, hoe clip ik? Helemaal paniek, jongen. Terwijl hij midden in een fight zit. Ja, fantastisch. Dat gewoon, je maakt zo'n epische snipe. Ik heb dat ook nog nooit gedaan. Vanaf een rocket ride iemand snipen. Het is me nog steeds niet gelukt. En ik heb het echt al een aantal keer geprobeerd. Dat lukt dan. En dan gaan er blijkbaar zoveel gedachten door zijn hoofd. Ik moet nu echt poepen, gast. Dat is wel echt fucking geniaal. Van alles wat op dat moment door je heen gaat. Is het gewoon dat hij eigenlijk gewoon even heel nodig naar het toilet doet. Ik weet nog dat wij een keer een rocket ride deden voor mijn video. Mm-hmm. En toen schoot je me gewoon weg. En dat was het. Gewoon ging gewoon dood. Dat maar je had het. Wel een paar hits gedaan met je scar. Ik had wel een paar hits en jij maakte het af. Maar ja, deze was ziek. Deze was echt mokers ziek. En we gaan door naar nummer 6. Nummer 6 hebben we Teun en Thijs. Oeh, dit is een lange clip. Teuntje en Thijsie. Oh, er is iemand boven. Die gaat voor er is iemand boven. Oh jee. Hij heeft twee SMG's. Het is altijd zo kakken. Dan vind je twee dezelfde, maar de ene is groen, de andere grijs. Waar de fuck hakt hij? Waar de fuck hakt hij? Oh, best. Beste. Die is dood. Oh, komt er nog een. Ik vind dat de leukste clips, die gewoon hun geluid aan hebben staan. Er loopt er eentje bij mij. Ja, ik die hun stemmen opnemen, zeg maar. Hebben mij zin. Aan het camp, hoor. Ja, die heb ik. Die heb ik. Vet droge commentaar, hè? Ja, die heb ik. Die heb ik. Oh, even switchen. Even rustig zijn wapen. Allemaal niks. Die heb ik. En er komt er nog een, twee aan, hoor ik. En die is wel iets, maar die is dood. Die is ook dood. Nou, komt er nog een naar boven. Leuk, zie je kijken naar de video trouwens. Oh, die is ook dood. En ja, nog een team. De eentje is dood. En die is ook dood. 7-2. Wat een gast! Thijs, wat een legende! Wat een legende, maar vooral, zeg maar, het is natuurlijk super sick dat je potje begint met 7 kills. Hij had er 7, hè? Oh, ik dacht 8. Hij had er 7. Wauw. Maar, zeg maar dat je sowieso je potje begint met 7 kills, toch? Ja, 7 kills. Dat is echt al heel bizar, maar wat deze clip nog veel genialer maakt, is dat droge commentaar. Ja, er komt nog één aanlopen. Ja, ja, die is dood. Oh, ik hoor nog twee mensen aankomen lopen. Ik vraag me echt af. Nou, die zijn ook dood. Dit is de situatie als hij kerst viert thuis. Hij krijgt een cadeautje. Hij maakt hem open. Oh, een laptop. Oh, ja, dat is leuk. PlayStation 4. Ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Oh, een nieuwe teddybeer. Leuk. Hoe kun je zo droog commentaar geven? Thijs, what the fuck? Ja. Thijs, wat vind je van de kerstboom? Die hebben we helemaal speciaal opgezet.
Ja, dat is mooi. Met goud. Ja, mooi. Ja. Dat is het! Thijs, ik zou heel goed met jou kunnen opschieten, want ik hou van droge mensen. Oh, echt jongen, sommigen eindigen nog ineens met 7 ja, kills. Ja, inderdaad. En hij fixt het gewoon eventjes. Maar aan het einde realiseert hij wel even hoe bizar het is wat hij heeft gedaan. Ja. Spoel maar een klein stukje terug als je wil. Dan hoor je hem even beseffen van, oké, wat heb ik eigenlijk zojuist allemaal gedaan? Vanaf hier. Twee aan hoor ik. En die heeft wel iets, maar die is dood. Nog iemand? Die is dood. Maar die vriend van hem zit gewoon te looten verderop in dat huis. En dan nog een team, de eentje is dood. Eentje is ook dood, 7 kills. 7 kills? Gast! Dit wordt een record! Gast! Kijk, daar besef je het! Daar besef maar je het! Maar ook op de achtergrond, 7 kills? Ja. Hij was heel droog gewoon commentaar te geven en op het einde dacht hij van, oké, 7 kills. 7 kills, weet What? Je wel, ja. En toen dacht hij echt even, dat was zo'n wake-up moment. Heerlijke clip vond ik dit, zeg. Ja, deze was lekker. Deze was echt heel erg leuk, holy shit. Maar ben ik wel benieuwd naar de top 5 die er aan gaat komen. Want we gaan nu inderdaad beginnen met de nummer 5. Hoppa, let's go. Nummer 5 hebben wij Rowan, Boskant, Bo en Mister. Nee. Allemaal, man. Hé, niemand mag dan meegemaakt. Dat is echt knap. Ik heb helemaal nog dan mijn gelet. Dat hoorde ik. Ik heb helemaal nog dan mijn gelet. Dan hoor je dat? Geen shit van, je verstand geen shit. Oké, let op. Ik vind het wel heel erg ziek dat hij in de lucht zit en hem gooit. Hoe fucking bizar is dit? Oké, let op. Gooit hem überhaupt heen? Ja, gewoon naar die stad ergens. Allemaal, ik heb helemaal nog dan meegemaakt. Ik heb helemaal nog dan meegemaakt. Ja, heeft hij wel netjes gedaan. Hij heeft wel heel netjes gedaan. Ik denk serieus dat die boze kills die nog levend is, dat die hem nog wel kan redden. Ja, dat kan. Waar is die dan überhaupt? Achter hem. Oh ja, hey, dat zou nog maar kunnen. Maar, dude, dat je naar beneden valt, gewoon random je granaat gooit en 2 mensen meeneemt in de dood, dat is wel echt fucking geniaal. Dat is een hele mooie verdiende vijfde plek. Dan gaan we nu naar mijn lievelingsgetal. Ja? Is dat jouw lievelingsgetal? Ja, nummer 4. Oh, van mij 7. Okay. Maar heel, dat is echt heel standaard. Iedereen heeft dat gedaan. 7 blijft kleven. 8 wacht. Ja, 4 drink bier. Maar ik drink helemaal niet. Maar die geef ik aan jou. Ja, wat heb je nog meer? Je hebt ook nog, als je een heer hebt met pesten, mag je ook nog een keer. Heertje nog een keertje. Klopt. En 10 laat je tieten zien. Ja, hey, en dan gaan we nu naar nummer 4. Ja. Nummer 4, Messi en Trump. Trump. Oh, lekker hoor, die Deagle. Ja, die was lekker in zijn gezicht. Op, nog een keer in zijn gezicht. Mijn god. Oh, een disco bar. Oh mijn god. Daar komt hij. Weer iemand headshotten. Ja, weer een headshot. Weer een headshot. Oh mijn god. Ja. Oh mijn god. Oh, kom op. Headshot. En nu moet je afmaken ook. Nee, niet die. Er leeft nog iemand. Nee, wat doe je nou? Dat is karretje. Er leeft net toch iemand, jongen. Oh mijn god. Oh my god. Loop mee. En ik ga nu dood! Kom op, headshot hem, headshot alsjeblieft. Oh. Lekker. Wat een clip dit. Wat een fucking clip dit. Wat een dit was goud. Fucking zieke clip dit. En ook nog een chuck jerk, hè? Was dit Macy of was dit Trump? Het klonk als Macy. Ja? Oké. Ja, volgens mij zei die andere inderdaad, Macy, wat ben je helemaal aan het doen? Macy! Oh, moet je even terugspoelen. Volgens mij zei hij dat. Waar? Ja, weet je, ergens op het begin. Toen hij zeg maar echt kills begon te maken. Ja, oh mijn god! Hier ergens. Het is inderdaad Macy. Wacht, laat even. Ik rechte net toch iemand, jongen? Oh mijn god! Hallo, ik ben Mees. En ik ga nu dood! Oh, dat zei hij! Hallo? Hij zei, hallo, ik ben Mees en ik ga nu dood! Ja! Ik dacht dat die andere gast iets tegen hem zei. Nee! Tegen Mees, maar dat was hij zelf dus. Sick. Nou Mees, jij bent Mees en jij zit in mijn top 10. Want wat een heerlijke clip. En je ging uiteindelijk niet dood. Tenminste, niet in de clip. Nee. Zei Mees, duimpje voor jou. En dit is indirect ook een hint naar de kijkers om even een duimpje omhoog te doen op de video. En als we dan dit doen, dan gaan we naar nummer 3. Oh, dat was best wel nice. Dat is leuk, hè? Ja. Nummer 3, dames en heren, Bram.
Bram en Poe. Alweer zo'n lekker pistooltje. Gast. Oh, dit zijn zulke lekkere clips. Oh! 4 HP. Holy shit. Oh. Die was echt zo ziek. Oh, die was deze heel was clean. Zo clean. Ik wil dus nog een keer zien. Oh, wat was deze clean? Gast, rustig. Gast, ik zit helemaal in nu. Dit was zo clean. Oh mijn god. Oké. Okay. Huh? Pof, sit down. Die was lekker. Pof, sit down. Ga jij maar soms van de kerk kijken. Ga jij maar naar de Teletubbies lopen. Loeren. Dit was zo lekker. Bram de muur. Maar kijk ook die chat. Holy sankaronis. Ja, echt. Knocked. Eliminate. Ja, gewoon tot Sinas, hele squad. Tot Sinas. Kijk die wapens die hij heeft, dan gebruikt hij dat wapen. Ja, maar gast, dat schot die rechts bij die boom, die was echt heel sick. Ja, die was mooi gesniped. Ja. Dat was echt niet normaal. Bram, wat een heerlijk clipje, ouwe. Verdiende nummer 3. Ja, echt serieus. En dan gaan wij nu door naar nummer 2. Dat betekent dat we alweer bijna bij nummer 1 zijn. Dat gaat zo snel. Ja, dat gaat heel snel. Oké, nummer 2. Here we come. Dat is 1. Tibo! Ah, dit is nog die dubbel shotgun. Ja, heerlijk. Dat is gewoon genieten, hè, dubbel gun. Oh, in zijn kont. Hij bouwt ook goed, hij weet wat hij doet. Bij die boom, Tibo. Oh, lekker uit de lucht. Oh mijn god, dit is echt zo stressy als je dat. Ga mee daar, Tibo. Sorry hoor, sorry. Wat hoor. Zei die nou? Ja, weer dat. Ja, weer dat. Ja, jij verstaat dat waarschijnlijk. Ja, je moet je horen. Shit van. Volgens mij komt dit uit het noorden, dit clipje. Moet je horen. Ja, weer dat. Zeg de boer, ik zeg, jij weet dat. Ik weet niet wat hij precies zegt, maar oké. En nu ga ik hem verder af laten spelen hoor, komt ie. Jij weet dat, Tibo. Ene loopt echt terug. Die zat gewoon stil. Oh, wat? Oh my god, lekker. 13 kills. Oh my god. Oh my god. 15 kills. Doe eens normaal, ja? Doe eens normaal, jongen! En daar eindigt de clip ook gewoon mee. Maar dat was ook wel echt lekker, hoor. Maar dit is helemaal niet uit het noorden, dit komt juist uit het zuiden. Maar, dat klopt trouwens wat je zegt. Maar ik wilde wel nog even kwijt. Die mensen waartegen ze speelden waren wel echt mokerslecht. Ja, die stonden wel een beetje dom. Zo, wat waren die slecht. Het was 50 versus 50, denk ik. Want je kwam al nog allemaal teammates aanrennen en zo. Klopt. Je waren wel echt een grote partij bouwd. Maar dat neemt niet weg dat de clip episch was. Want alsnog, je werd achterna gezeten door 7 mensen. Je hebt ze allemaal geklaard. Zeker. Goed gedaan, jongen. Lekker. En gaan wij door naar nummer 1. De nummer 1. Er kan er maar 1 de beste zijn, hè. En dat is de clip, als het goed is, waar we nu naar gaan kijken. En deze duurt bijna 2 minuten. Holy shit. Oké, nee, dat wordt al hier. Daar gaan we in. 3, 2, 1, go. Ik zie 9 klingers en 10 granaatjes. 2 tegen 22. Langs dit. 2 tegen 22 dit. Ze hebben 9 klingers. Nee, je gaat me niet nemen. Nee. Ja. Ik zeg je 1 ding. Als zij nu die hele cirkel klingeren, iedereen naar mijn killen, ga ik gillend naar buiten rennen. Maar ze zit ook buiten de cirkel nu, hè? Gast? Span Island. Gast? Oh, dat is gewoon een andere berg. Dit zou zo ontiegelijk ziek kunnen worden. Yup. Daar staat een launchpad ook. Hoe kunnen ze nog maar 1 damage per seconde krijgen? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Dit is zo'n late game. Doe minigun. Hij heeft ook bijna geen resources. Zij zijn met z'n 2 jongens tegen 22 enemies. Dus die 50 plus 50 game mode. Oh mijn god. Ik zweer je, het gaat gebeuren met die klingers. Kijk. What the fuck, zie dat? Zeg je niet, man. What the fuck? Oh mijn god. Ja, hun vallen allemaal dood. Hebben jullie nades? Ja, ik heb 9 klingers en 10 nades. 9 klingers? Wow. Nee, wacht. Gast, volgens mij gaan wij gillen. Hij is gewoon aan het wachten, ik had al lang gegooid. We gaan gillen naar buiten zo meteen, ik zweer je. We gaan echt gillen naar buiten. Volgens mij gaat hier zo iets bizars gebeuren. Nee jongen, nu is de moment. Oh, nu is de moment. Oh my days. Dit meen je niet. Oh my days. Dit kunnen jullie winnen. Ja.
Oh mijn god. Twee man! God. Twee man. Er is nog één die... Oh, oh my god! God. Oh, later! Heb je dit opgenomen, Piet? Ja. Hoeveel kills? Hoeveel kills? Zes. Ik heb er 16. Hoeveel kills? Hoeveel kills? Zas? Wat? 16. Zas. Hij heeft 16 kills. Dit heb ik nog nooit gezien. Dit heb ik nog nooit. Nog nooit gezien. Kijk al die loot daar. Niet normaal. Dit is... Dat is hemel. Ik ben er gewoon een beetje stil van, weet je dat? Dat heb ik echt nog niet eerder in mijn top 10 gehad. En hij eindigt gewoon met 52-52 ook. What the fucking fuck. Dit moet denk ik de meest satisfying feeling ooit geweest zijn. Dat je gewoon op een hoopje mensen gewoon klingers kan ingooien, granaten. En dan knocked, exploded, knocked, ja, die exploded, knocked, exploded, knocked, knocked. Niet normaal. Eventjes gast. Terug naar het moment dat hij begon te gooien. Ja, dat was zo episch. Kijk, dat was hier. Hier begon hij met die klingers te gooien. Go, go. Nee, oh mijn god. Dit is echt niet normaal. Hoeveel geluk heb je dan dat je ook zoveel grenades hebt? Ze hebben ze gewoon bewaard. Kijk hoeveel mensen er nog. Oh. Die kunnen jullie winnen. Ja. Oh. Maar ik snap niet zo goed waarom ze zo weinig damage krijgen. Dat snap ik ook niet. Misschien worden dat bij die game mode of zo. En waarom gaan die tegenstanders dan allemaal in de cirkel blijven? Ja, dat moet wel. Waarschijnlijk hadden ze niet allemaal healing. En nee, als ik die tegenstander was, had ik ook gewoon in een cirkel gebleven. Ja, oké. Okay. Toch? Dan had ik gedacht van, die tegenstanders moeten hier toch wel heen komen. Dus dat ik ook gaan kloten. Ja, waarschijnlijk dat zoals dat team doet, had ik precies hetzelfde gedaan. Alleen, ja, het is gewoon bizar dit. Dat je met precies deze loot, precies de goede loot hadden ze. Ja. En weet je wie zich echt helemaal kut voelt? Konal, VDV, dat hij moest spectaten. Ja. Op zo'n moment wil je gewoon meedoen, weet je wel. Dit wil je meemaken, wil je niet spectaten. Ja. Hij zegt ook nog aan het einde, volgens mij kunnen jullie dit gewoon nog winnen, jongen. Ja. Twee man! Yes! Heb je dit opgenomen? Hij heeft het zeker opgenomen. En dat is dan ook, jongens, het einde van deze top 10. En wat was dit een lekkere top 10, zeg. Deze was weer heerlijk. Deze was echt fucking nice, holy shit. Dus jongens, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het insturen van de clips. En blijf het vooral doen voor volgende week dus als thema. Top 10 meest mooie momenten met de golfcar. Dus dat kan zijn kills vanuit de golfcar, dikke stunts, hele rare dingen die ermee gebeuren. Misschien wel hele rare glitches in één keer de lucht in vliegt. Maak het zo creatief als je zelf kan. En misschien zit je volgende week dan wel in de top 10. Enzo, jij ook bedankt voor het meereageren. Geen probleem. Zijn kanaal kan je natuurlijk weer vinden in de beschrijving. En laat maar weer even weten in de reacties of jullie willen dat ik dit vaker ga doen met Enzo. Want vorige keer waren jullie laaiend enthousiast. Dus ik heb zo'n verwachting dat jullie dat nu ook wel zijn. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Stuur je clips dus in naar fortniteclips@royalist.nl. En dan hopelijk tot volgende week. Laters.